Wij hier op de Benedetta Maria School in de plusklas hebben wij een project gedaan samen met Omroep Delft, waarin we een aantal kinderen hebben we junior reporters gemaakt. En ze moesten een nieuwswaardig item uitzoeken, bedenken en daar een interview, een filmpje van maken, zelf monteren en daarmee zo aan de slag gaan als een echte junior reporter. De eerste stap was een plan bedenken, een onderwerp bedenken. Waar ga je het over hebben? Dat moet natuurlijk een nieuwswaardig item zijn. De tweede stap was het filmen. Filmen van het project, filmen van misschien een interview. En de derde stap was dan het monteren van alle gegevens. Hallo allemaal, wij zijn Sanne, Isa en Mila. Wij moeten voor een schoolproject een bepaalde plek interviewen en wij hebben voor de nieuwe kerk gekozen. Wij zitten op de Bernadette Maria School in groep 7. Nu gaan we een paar bezoekers interviewen, werknemers en een beetje van de kerk laten zien. Hallo, wat is uw naam? Stijn. Wat is de reden dat u deze kerk bezoekt? Ik ben gewoon met iemand een soort citytripje aan het doen in Delft, dus ik vond het wel bij horen. Ja. Oké. Vindt u een mooie kerk? Ja hoor. Ja. Ja, ik ben er pas net, maar... Oké. Okay. In de buurt van de kerk? Nee, ik woon in Breda. Dus ja, niet heel goed. Als er iets aan de kerk zou mogen worden veranderd, wat zou dat dan zijn? Nou ja, ik zag net op het filmpje dat de muren vroeger wit waren. Dat lijkt me wel mooi. Dat ze dat, ja, dat, ze dat weg hebben gehaald, misschien een beetje zonde. Maar voor de rest, weet ik niet. Oké. Okay. Wat vind je het bijzonder aan deze kerk? Ik denk het orgel met de 3000 pijpen. Ja. Hoe heet jullie? Ik ben Karin. Ik heet Goffrey. Waarom zitten jullie de kerk? Nou, we waren in Delft. Ik dacht, we gaan even de kerk bezoeken. Vinden jullie de kerk mooi? Ja, prachtig. Heel mooi. En ook, we gingen hier ook kijken omdat de koninklijke familie, leden van de koninklijke familie hier begraven liggen. Zou je iets aan de kerk willen veranderen, zelfs als het niet klein is? Nee, het ziet er mooi uit. Nee, ik zou het niet weten. We zijn hier voor het eerst, dus we hebben hem nog niet helemaal goed bekeken. Hallo, ik ben Laurens Huizer en ik werk bij de Nieuwe en de Oude Kerk in Delft. Hoe ziet uw dag eruit als werknemer? Nou, mijn dag als werknemer vergelijk ik altijd met een teamleider bij de Albert Heijn. Dat, omdat wij hebben mensen die bij de balie werken, maar we hebben ook mensen die een beetje leiding proberen te geven. En mijn werkdag ziet eruit dat ik om 9 uur hier de kerk open. Dan loop ik een rondje door de kerk om te kijken of alles klaar is voor alle bezoekers die komen die dag. En daarna verwelkom ik mijn collega's om samen de dag te beginnen. En om zoveel mogelijk mensen welkom te heten bij ons in de kerk. Oké, hoeveel dagen in de week werk je eigenlijk? Ik werk fulltime, dat is 36 uur. En dan werk je eigenlijk 5 dagen in de week met onze uren. Vindt u het werk leuk? Ja hoor, ik ben in 2013 begonnen als iemand die bij de balie hier werkte. En sinds 3 jaar werk ik als leidinggevende hier. En dat vind ik heel leuk, dus ik zit een beetje vastgeroest hier, maar dan wel positief. Ja, maar hoe kwam je dan eigenlijk op het idee? Ik heb hiervoor gewerkt bij het Legermuseum, toen dat nog in Delft zat. Dat is volgens mij in 2012 of zoiets is dat weggegaan. Ik zit al sinds ik jong was in deze kerk, toen met mijn vader en moeder. En toen zag ik in de kerkkrant een vacature staan om hier te komen werken. En toen dacht ik, nou, ik vind het leuk om met mensen te praten van over heel de wereld. En nu kan ik dat ook nog in deze kerk doen, dus dat vond ik een heel leuk idee. En je kan nog naar boven in de kerk? Zeker, vooral met mooi weer is het mooi om naar boven te gaan. De toren is niet altijd geopend, met slecht weer houden we hem dicht. Maar je hebt ook heel veel mensen die dus alleen de toren willen beklimmen. En die denken, nou die kerk, dat geloof ik wel, maar ik wil alleen naar boven. Veel studenten bijvoorbeeld. Nu gaan we nog wat weetjes vertellen over de nieuwe kerk. Weetje 1, de kerk is wel 108,75 meter hoog. Weetje 2, en hij is de tweede met de hoogste
kerk van Nederland? Weetje 3. In 1381 werd de nieuwe kerk gebouwd met hout. Weetje 4. In 1496 werd de kerk uitgebreid met stenen. Weetje 5. In 1536 was er een stadsbrand door een blikseminslag. De kerk werd erg beschadigd. Weetje 6. Als je helemaal omhoog wilt in de kerk zijn dat 376 treden. Weetje 7. De eigenaar van de kerk is gemeente Delft. Weetje 8. De stenen bovenaan de kerk zijn niet afgebrand, maar zijn gewoon verkeerde soort stenen neergelegd. Weetje 9. De nieuwe kerk werd gebouwd vanwege een visioen van een bedelaar. Dat was het. Doei! Hij is Nederlands kampioen Wolderdag. We trainen hier in Delsblo. Wat is Wolderdag eigenlijk? Wat is Wolderdag? Dat is wel een goede vraag. Wolderdag is eigenlijk proberen je weg omhoog te vinden op een muur. Allemaal grepen. En dan is het aan jou om de puzzel met je lichaam op te lossen. Zo snel mogelijk omhoog te komen. Is er ook nog van een wedstrijdniveau? Ja, we hebben heel veel verschillende niveaus in de hal. We hebben eigenlijk van donkergroen, wat voor iedereen mogelijk is, tot paars, wat echt heel moeilijk is. En we hebben ook speciaal voor het Nederlands team een wit circuit. En dat zijn heel veel wedstrijdpoppers. En in dat wit circuit, is dat ook gewoon het niveau van wedstrijden? Ja, soms het niveau van wedstrijden, maar ook soms iets daarboven. Dat als je op de wedstrijd komt, dat het alleen maar mee kan vallen. Nou, ik bolder 5 keer per week en daarnaast doe ik krachttraining 2 keer per week en hangtraining om je vingers sterk te maken. Dus dat is bij elkaar even trainen, maar ik vind het allemaal wel leuk. En hoe lang duurt die training dan ongeveer? Nou, klimmen duurt 3 uur meestal ongeveer en krachttraining 2 en hangtraining 1. Train jij even vaak als je teamgenoten of train je vaker? Nou, ik train gek genoeg iets minder. Dat is eigenlijk heel persoonlijk. Ik ken best wel veel mensen in Nederland die een stuk meer trainen dan ik. Maar ik ga er liever voor om iets minder te trainen, maar dan wel een stuk intensiever. Hallo, ik zit hier naast Sander Terstegen. En hij is een van de oprichters van deze bolderhal. Hoe is het eigenlijk dat het Nederlands team hier traint? Ik vind het natuurlijk superleuk dat het Nederlands team hier traint. Ja, daar zou je heel trots op. Ik denk dat de trainingsfaciliteiten hier goed zijn. Dus we hebben hier goede mogelijkheden om te trainen. En ze kunnen hier ook een aantal dingen zelf bepalen. Dus ze hebben hier de vrijheid zodat ze een aantal dingen kunnen inrichten zodat ze hier goed kunnen trainen. Zou je ook graag naar de Olympische Spelen willen? Ja, dat lijkt me heel vet. Maar momenteel is Olympische Spelen bolder en lead. Dus dit is bolder wat je hier achter ziet en lead is veel hoger. Dus die worden gecombineerd en ik bolder eigenlijk alleen. Dus, maar misschien in 2028 wordt het afgesplitst en dan hebben we 2 medailles voor bolder 1 en voor lead 1 en dan lijkt het heel goed. De kinderen waren super enthousiast. Ze vonden het heel spannend, heel leuk. Het was ook iets wat ze nooit eerder gedaan hadden. Dus het was een mooie uitdaging voor ze om iets nieuws te doen. Iets nieuws te leren. Ja, echt plusklaswaardig. Ja, we gaan hier zeker mee verder met Omroep Delft. Misschien moeten we eens een keer ook kijken of we iets op het gebied van radio kunnen doen. Maar ik denk dat er ook nog een andere keer, volgend jaar of zo, weer zo'n project met televisie gaan doen.